Een barkie, fakka, soppie. Waarschijnlijk heb je geen idee waar het over gaat. Nou, het is straattaal. Straattaal zijn woorden die alleen begrepen worden door de mensen die het ook spreken. Maar waarom gebruiken jongeren woorden die voor de rest niemand begrijpt? Daar gaan we achter komen. Ik ben Max, student biologie en mijn grootste interesse is het puberbrein. Waarom denken pubers wat ze denken? Waarom doen pubers wat ze doen? Dat zoek ik uit in het geheim tijdens mijn bijbaantje op het Koning Willem-Alexander College. In de puberteit veranderen je hormonen. En die hormonen, dat zijn chemische stoffen in je lichaam die je gedrag aansturen. Daarom verandert er van alles in hun lichaam. In hun gedrag, hoe ze eruit zien, maar dus ook op de manier hoe ze met elkaar omgaan. Dus dat is wat ik vandaag ga uitzoeken. Waarom praten pubers met elkaar op een manier die voor de rest van de wereld nauwelijks te begrijpen is? Ik ga kijken of ik een paar pubers stiekem kan afluisteren als ze een gesprek met elkaar voeren. En op welke plek kan dat beter dan het damestoilet? Ik weet het, ik weet het. Ik overtreed nu een hele belangrijke regel. Maar alles voor het project. Oké. Ik heb zo'n hekel aan die dude. Ik hoorde hem laatst nog praten. Alle meisjes hier kerstwaren. Ja, ik vroeg hem dus laatst me uit en hij zei: kijk wel. Wat een snoep. En patta's. Ja, let's go. Ja, kom op. Volgens mij ging die top. We waren dus getuigen van een speciaal taaltje. Dat is hun eigen taal, straattaal dus. En het maakt dus niet uit of iemand in Groningen dit taaltje praat die op haven zit, of iemand in Zaandam op de VWT. Ze kunnen dit overal doen. En dat maakt het dus best moeilijk. Hoi. Ewa, yo, biatch. Hey, heb jij die money nou nog voor die tik? Zeg nou tegen Mattie van mij toch, ik krijg nog barkie van jou en zo. Zegt hij, hey man, ik ben skeer. Sorry. Hey, wat is dat voor volk aan gedrag dan? Hey? Ik zeg hem, epic veel, dude. Hij moet geen fatsoen met mij gaan lopen maken nou hoor. Zeg maar dat hij zijn patta's moet cellen. Hé hey man, fok op. Nou, fakwa. Yo Wenker, hoe is de leven? Ja, bad man. Ik heb pakjes gehad toch. Mijn patta's zijn ook nog genakt. Ewa, yo biatch. Ik zal even vertalen. Hoi liefje. Hey, heb jij die money nou nog voor die tik? Zeg nou tegen Mattie van mij toch, ik krijg nog barkie van jou en zo. Zegt hij, hey man, ik ben skeer. Sorry. Ik sprak net met mijn vriend en ik zei tegen hem, ik krijg nog 100 euro van je. Waarop hij antwoordde, ik ben blut, goeie vriend. Hé, hey, wat is dat voor volk aan gedrag dan? Hey? Ik zeg hem, epic veel, dude. Ik zei ook dat ik het hoogst onhandig van hem vond. Hij moet geen fatsoen met mij gaan lopen maken nou hoor. Zeg maar dat hij zijn patta's moet cellen. Hij moet geen grap met mij uithalen. Zeg maar dat hij zijn schoenen moet verkopen. Hé hey man, fok op. Ga weg, alsjeblieft. Nou, fakwa. Hou je mond, alsjeblieft. Yo Wenker, hoe is de leven? Hallo. Aftrekker, hoe gaat het met leven? Ja, bad man, ik heb pakjes gehad toch. Mijn patta's zijn ook nog genakt. Ik heb een pak slaag gekregen. Iemand heeft mijn schoenen gestolen. Oké. Pubers praten in jargon, in hun eigen taalzin. Dat gaat vaak gepaard met harde uitdrukkingen en grove woorden. Maar haten alle pubers elkaar dan? Nee, toch? Volgens mij is het gewoon een manier om zich af te zetten tegen de rest van de wereld. Voor ons buitenstaanders klinkt het misschien wat heftig. Maar voor de pubers is het gewoon een manier om te zeggen tegen de wereld, jullie begrijpen ons niet en wij begrijpen jullie niet. En als je meteen duidelijk wilt hebben wie wel en wie vooral niet bij de groep hoort, is een eigen taal een heel effectief middel. Het zijn de verbale oorlogskleuren van de oude krijgers. Alleen de insider begrijpt het. En dat is precies de bedoeling. Vond je dit een interessante video? Gooi dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te kijken naar de volgende aflevering van Max in het Wild. Tot volgende week.